Zo, meneer Arsjeu, je kon even wat tijd vrijmaken om naar de kamer toe te komen. Ja? Zeker. Je had niks met het gezin of de kinderen. Nee hoor, we zijn gewoon lekker aan het werk. Zit Maarten met de lampionnetjes naar buiten. Het is toch goed dat hij dat doet? Ja, prima. Ja, ik heb daar ook geen probleem mee hoor. Het is toch eigenlijk raar dat daar dan hier mensen zijn die dat dan naar een krant gaan vertellen. En... Kinderachtig. Kinderachtig, ja, vind ik echt kinderachtig. Ik ben er altijd als het nodig is. We hebben net weer een paar weken nachtelijk onderhandeld over de begroting. Maar als het niet nodig is, dan ga ik naar huis, dan ga ik naar mijn kinderen, ja. Misschien klap ik hier een beetje uit de school, maar in het overleg zelf, waar ik aanwezig was, heeft niemand gevraagd of Asje aanwezig kon zijn. Oh nee? Nee. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Was u nodig bij het gesprek over de pensioenen? Nee, dat deed Jeroen Dijsselbloem. Dat is iemand die vrij goed kan onderhandelen. Maar wie brengt dit dan in de wereld? Dat stond er niet bij. Waar zou jij voor kiezen? Een pensioen of leuk met je kindjes rondlopen? Dat is een gewetensvraag. Kom op. Ik loop liever een rondje met mijn dochter dan dat ik in een urenlang debat zit wat nergens over gaat. Op pensioenen gaan nergens over? Pensioen. Hoor ik jou nu zeggen? Ja, je trekt alweer van die snelle conclusies. Het is dus heel raar dat politici zogenaamd geen normaal leven meer zouden mogen hebben en de hele dag hier moeten rondhangen. Daar word je echt niet beter van. Het is ook niet zo dat als je 24 uur achter elkaar werkt dat het beter gaat. Als het moet, dan doe je dat. En dan werk je desnoods de hele nacht door. Maar laten we elkaar hier niet gevangen houden, alsof dat allemaal zo geweldig is.